Ja, Deroy, dat is gewoon een hele zure wedstrijd, toch? Ja, zeker. Vooral omdat je weet dat je zelf ook goede kansen hebt gehad. En dat je hem dan zo weggeeft, is gewoon vervelend. Nou, eerste helft is eigenlijk fantastisch. Jij en Verratti hebben eigenlijk alle tweede ballen. Ze komen er bijna niet uit. Ja, eerste helft stonden we goed. We hadden ook het gevoel, denk ik, binnen het team dat we goed bezig waren. Dat we eruit konden komen, dat we kansen konden creëren. Alleen in de rust hebben we ook tegen elkaar gezegd, luister boys, we moeten wel scherp blijven. Want dat is een ploeg die opeens in een moment opeens een kans kan hebben. Nou ja, je ziet het, die eerste goal. Ik weet niet eens meer hoe die ging, maar hoe hij hem binnen schiet is eerlijk gezegd gewoon fantastisch. En soms kun je daar ook niks aan doen. Maar dan ga je verder naar die tweede, derde en vierde goal. Ja, dat zijn gewoon... Het zat ook niet mee, maar daarin moeten we wel beter handelen. Ja. Ja, want hij zat er niet één keer goed in, maar vier keer goed van buiten de 16 lag hij mooi in het hoekje. Ja, dat is wat ik zeg. Soms kan je er bewijs van alleen maar voor klappen. Alleen we moeten wel ervoor zorgen dat hun misschien niet in die positie komen. En daar moeten we naar kijken. Ja. Ja, zij scoren dan vier keer, maar jullie komen ook verder niet echt terug in jullie spel van de eerste helft. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik denk dat de afstanden groter waren dan in de eerste helft. Ik denk dat we eerste helft wat compacter stonden. Meer op de juiste momenten druk gingen zetten en ook energie gaven. En in de tweede helft was het, die ruimtes werden groter. Linker centrale kon best wel vaak indribbelen, waardoor er weer bij ons weer wat moet gebeuren. En zo konden we steeds gaan voetballen en dat moeten we gaan bekijken. En wat ik zeg, de ruimtes waren groot. Ik denk dat het probleem was de tweede helft. Ja, drie wedstrijden, nul punten. Dat had je aan het begin van het seizoen wel anders gezien, denk ik. Ja, tuurlijk. Aan de andere kant heb je wel Ajax en Twente gehad natuurlijk. Zijn natuurlijk ook wel lastige tegenstanders. Maar vandaag hadden we wel echt het gevoel dat we deze wedstrijd moesten winnen. En ik denk dat het ook de juiste energie was voor de wedstrijd. En we hadden er echt zin in. En het is jammer dat het zo is geëindigd. Ja, volgende week naar Heerenveen. Brengt deze nederlaag dan extra druk? Of is het daar nog echt te vroeg voor in het seizoen? Nou, kijk, natuurlijk had je vandaag anders gezien, maar ik denk niet dat we bij de pakken moeten gaan neerzitten. We hebben drie wedstrijden gehad, twee wedstrijden hebben tegen topploeg gespeeld. Dus we moeten ook niet hele heisa van gaan maken, maar natuurlijk, we moeten wel gaan analyseren wat er beter moet. En het moet beter. En daar moeten we volgende wedstrijden gewoon voor gaan werken. Dankjewel.